Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? In die jaren deed het dorpshuis, zeg maar de kantine van de sporthal, of nee, eigenlijk de voormalig kantine van de sporthal, dan deed dienst als residentie van de Netterkeunkers. Ja, en daar kom je natuurlijk als hoogheid ook al gauw uit bij de beheerder op dat moment van de sporthal. En daar was niemand minder dan Johnny Leuzink. Dus dan heb ze vroeg om dat jaar met een scepter te zwijnen. Ja, en met Teunke als adjudant, ja, dat kan het natuurlijk alleen maar goed gaan. Nog verluid is in dat jaar de kiem gelegd voor het zaalvoetbalbolwerk in Deurning. Vanaf dat moment bent er namelijk anno carnavalsleu bij de zaalvoetbal gaan.